op. Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Het is alweer november en de wintertijd is alweer ingegaan. En dat betekent dat het alweer super snel donker wordt. En het kan natuurlijk heel goed voorkomen dat je dan in het donker moet rijden. Als je bijvoorbeeld eind van de middag een buitenrit wil maken of bijvoorbeeld ergens naartoe moet om te lessen. En het is natuurlijk wel belangrijk als je de weg op moet in het donker dat je goed verlicht bent en dat je goed zichtbaar bent. Dus daarom wil ik jullie vandaag wat laten zien over reflectie. Ik heb Apollo vast opgezadeld, want wij gaan straks even naar buiten, het erf af. En dan moet ik natuurlijk wel goed zichtbaar zijn. Dus ik heb een aantal spullen om aan jullie te laten zien waardoor wij goed verlicht de weg op kunnen. Allereerst heb ik deze reflectie uitrijdeken mee. Deze deken, zoals je ziet, heel fel en heeft ook reflecterende strepen, dus die ligt op. Deze is verkrijgbaar in verschillende maten, zodat je hem goed kan aanpassen aan de maat van jouw paard. Nou, het is een uitrijdeken, dus ik zal zo even laten zien hoe je die dan opdoet. Daarnaast is deze ook liggevoerd met vlies, dus hij is lekker warm en hij is waterdicht. Dus ook ideaal voor een winterse buitenrit. Vind je jeuk? Ik zal hem even opdoen bij Ab. Zo, dan leg ik de deken voorzichtig achter zijn zadel. Voorzichtig opleggen, want hij kan schrikken natuurlijk van de deken die om wordt gelegd. Dan kan je hem vastmaken door onder je zweetblad door te doen en aan de voorkant vast te maken met de klittenband. Ik doe het even aan de bovenzijde van mijn zweetblad, zodat ik erop ga zitten. Dan heb ik ook nog deze beenwraps. Die kan je om de benen van je paard heen doen. En dan hebben we ook reflecterende delen en het felle neongeel. Aan de binnenkant zit een lekker zacht bondje. Dus die kan je gewoon zo over, over zijn benen heen doen. Maar je kan hem ook over je beschermers doen. En dat ga ik nu doen. En hier zit ook weer klittenband. Zo, nu zijn zijn benen ook mooi verlicht en kunnen bijvoorbeeld automobilisten of andere weggebruikers als er licht schijnt goed zien dat ik daar loop met Ab. Dus mijn paard goed verlicht, maar ik mag natuurlijk zelf ook niet ontbreken. Ik moet ook goed zichtbaar zijn. Dus ik heb voor mezelf een hesje mee. Deze is in 1 maat en die doe je zo over je hoofd. Oh, ik heb hem verkeerd om. En dan maak je hem met klittenband aan de zijkant vast. Zo. Dan voor de finishing touch. Super zichtbaar. We kunnen op pad op. Zo, en zo zien we er dus uit op straat. Super veilig, want je kan ons echt heel goed zien. We reflecteren goed. Ik geef mooi licht. Dat is helemaal goed, dus wij kunnen veilig op pad. En hopelijk jij nu ook, dat je een beetje weet waar je op kunt letten als je reflecterende materialen wil gebruiken en met je paard in het donker op stap wil. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Laat het vooral even weten door een reactie achter te laten of duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer. Let's go.